Ja, beste kijkers, in gesprek met wie wint er weer? Dit keer gaat het eens over de muziek, want ja, dat is een tijd geleden dat we het eens over dat hebben. En met wie gaan we door mee praten? Nou, dat zul je zo dadelijk gaan zien. Het is heel spannend, maar de cameraman die dreigt zo naar hem toe. Laatst bent ze nog beloond, met 3 awards zelfs. Maar we gaan hem eerst vragen wie jezelf is. Ja, Benny Veldman. Ben je geboren in Wezen? Nee, ik ben geboren in Oldebroek. En ja, ik woon sinds 1995 woon ik hier in Wezen. En dat bevalt goed Wezen? Dat bevalt hartstikke goed, ja, zeker weten. Ik heel eerlijk ben, ik wil niet meer terug. Nee, ik woon hier prima, kort aan de snelweg. Dus ook makkelijk voor de muziek natuurlijk. Hè. Ik ben zo weg en ik ben ook zo weer terug. Heel goed. De Veldman Brothers, hoe is daar ontstaan? Ja, de Veldman Brothers, hoe is dat ontstaan? In het verleden, toen ik een jongen van 16 jaar was, zat ik allemaal met bandjes te klooien samen met mijn broer Gerrit. En van lieverlee hebben we allerlei andere dingen gedaan. En sinds 2004 hebben we eigenlijk besloten met z'n tweeën van, ja, wat gaan we doen? Nou, we wilden met z'n tweeën lekker blues spelen, lekker waar we mee begonnen zijn. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En op de plek waar we nu zijn, hadden we eigenlijk nooit verwacht dat we zo vaak zouden kunnen spelen. En echt grote festivals best wel staan, dus dat is wel te gek natuurlijk. Ja. Is de blues altijd al een favoriet bij OS, ook op jonge leeftijd, vandoor deze keuze? Ja, eigenlijk wel. Het is zo dat mijn oudste broer Henk Veldman, die speelde destijds in een band dat heet Tarantella. En op een gegeven moment, ja, dan ben je een jonge, zeg maar 6, 7 jaar was ik. Henk was 16, 17 denk ik. Ja, je broer, daar kijk je natuurlijk tegenop. Hè. Dat is echt fantastisch. Hij ziet van wat hij aan me doet. Dus wij anders, ja, dat willen we eigenlijk ook. En dan lagen wij in bed. En dan zat Henk Boom op zijn gitaartje te spelen. En die zat al die bluesladdertjes en zo te spelen. Dus wij horen dat allemaal mee. En we namen dat allemaal op. Als je klein bent, dan ja, absorbeer je van alles. En toen we begonnen we met muziek maken. En eigenlijk was gelijk blues dan ook. Eigenlijk begin de leidraad voor alles, zeg maar. Ja, ja, absoluut. Ja, we praten wel eens over blues. Dat is muziek uit het hart altijd, hè? Ja, blues is sowieso, denk ik, muziek. Gewoon alle populaire muziek, dus alle popmuziek. De basis daarvan is gewoon blues. Ik hoor gewoon heel vaak. Ik hoor zelfs bekende liedjes nu van deze tijd. En dan denk ik, ja, maar dat is gewoon een oud nummer van 40 jaar terug, zeg maar. Gewoon de tekst bijna hetzelfde is. En dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Dus heel veel mensen hebben zoiets van, ja, blues is dat wel wat. Het is vooral en de basis van wat we nu doen. En het is inderdaad gewoon muziek waar het echt van binnenuit komt. Ja, absoluut. Hoeveel blues doe je daar? Ik speel samen met mijn broer Gerrit. En mijn oudste broer Henk die doet voor de gelegenheid wel eens mee in Oosterwolde. En we één keer per jaar een soort van ons kind ons optreden, zeg maar, ja, hier zo. Dat is altijd erg leuk. En ik speel dus samen met mijn broer en de andere twee jongens. Eentje woont in Breda en de andere woont in Zwolle. En die hebben we via internet, zijn we die tegengekomen, zeg maar, audities gehad. En daar speelden we nu vanaf 2004 mee. Dus, ja, en 2004 begint het. Wat is het van het moment dat je gaat de podia op? Heb je dan aparte gevoelens dat je voor de eerste keer echt die podia gaat bezoeken? Nou, we hebben in het verleden hiervoor, zeg maar, hebben we best heel veel andere dingen gedaan, hoor. Ik heb zelfs met mijn broer Gerrit in een band gespeeld in Zwolle. Dat heet Sweet Jane. En daar hebben we zelfs 2 keer een voorprogramma Bon Jovi gedaan. Dus het podium speelden en zo, dat waren we eigenlijk allemaal wel gewend. Ja, ja, ja. Alleen, ja, waar we dan nu, we hadden zoiets op een gegeven moment 2004. Als je heel jong bent, dan heb je zoiets van, en ik wil beroemd worden en ik moet dit en ik moet dat. En als je dan ouder wordt, dan heb je in de gaten dat het voor heel weinig mensen weggelegd is. En vandaar dat wij dus op een gegeven moment, toen we 2004, nou ja, dan ben je wat ouder. Hij zoiets van, ja, ik wil gewoon de dingen doen die ik leuk vind. Ik wil gewoon de muziek maken waar ik 100% achter sta. En wat gewoon mijn ding is, zeg maar. En vandaar dat we dus dit zijn gaan doen. En dan begint het wel te rollen. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Dan maak je een eerste cd'tje. En dan word je in één keer voor een festival zus en een festival zo gevraagd. Dan sta je in één keer op een gegeven moment in Duitsland in de bluesgarage, wat een hele gerenommeerde club is. Dan gaan in één keer mensen je volgen. En dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Dat dan toch gebeurt, weet je wel. Terwijl dat niet nastreven mag. Nee, wel in 2004, zoals je al aangeeft, ben je begonnen. Wat voor podia bezocht je toen de tijd dan? Was dat hier in de buurt of heel Nederland duur of ook internationaal? Ja, het begint vooral eerst hier in de buurt, zeg maar. Zwolle, Apeldoorn heb je Bluescafé. En dan nou, eigenlijk voor een habbekrat speelden, weet je wel. En mijn broer Gerrit en ik, wij deden het dan eigenlijk nog helemaal voor niks. En dan de drummer en de bassist, dat waren sessiemuzikanten toen. Dus die betaalden me dan wel. En dan hadden wij zoiets, we gaan gewoon voor niks spelen, weet je wel. Maar gewoon een beetje naamsbekendheid opbouwen. En van het ene komt het andere. En dan op een gegeven moment dan word je gevraagd voor een festival. Op een gegeven moment Nunspeet Blues Festival. Dat wordt al wat groter. En
ja, eigenlijk de grote festivals in Nederland. Rips en Blues in Raalte binnenkort weer. Daar hebben we ook al een paar keer gestaan. Moulin Blues in Aspel, dat is ook een hele gerenommeerd festival. Maar normaal gesproken, echt, dan sta je echt alleen maar tussen buitenlandse acts. Dan ben je de enige Nederlander, zeg maar, die daartussen staat. Dus ja, van het ene komt het andere. En ja, nu spelen we en Nederland heel veel, maar toch ook af en toe Duitsland. We gaan dit jaar nog naar Frankrijk toe, Zuid-Frankrijk. Dus dat zijn wel weer de leuke krenten in de pap natuurlijk. Ja, ja, maar die buitenlandse bandes, keken die niet in jullie op van wie ben jullie eigenlijk? Ja, wat sowieso, en dat, ik denk dat, daar had ik laatst nog met iemand over, de Veluwse nuchterheid is. Wij hebben sowieso, en dat mensen zeggen het ook, die komen kijken, zo, ah, jullie zijn zulke gewone jongens. En ik heb zelf zoiets van, ja, dan speel je in een bandje, sta je op een podium, ja, en dan moet je in één keer anders wezen of zo. Het is gewoon, dit is wat wij doen, iemand anders, het kan heel goed voetbal, dan iemand anders die heeft zijn passie bij weer iets anders. En onze passie ligt gewoon in de muziek maken. En ja, mensen die voelen diezelfde emotie, en dat is dan te gek. En dat is, ja, dat, waarom mensen, denk ik, ja, in die zin, wij hebben niet zoiets van als we op een festival, we speelden ook wel eens op een festival, dan zijn we de afsluiter van die avond. Ja. En toch heb ik altijd respect naar iedereen toe, zeg maar. En dat sommigen echt zoiets zijn van, goh, jullie zijn hele gewone jongens, weet je wel. Ja, tuurlijk zijn we hele gewone jongens. We zijn jongens van de gestampte pot klaar, weet je wel. Dus dat vind ik altijd wel bijzonder om te zien. En je ziet inderdaad wel eens mensen die inderdaad echt zoiets hebben van, nou, komen ze echt maar bravoer aan en zo. Dan denk ik echt bij mezelf, wat beter in vredesnaam bezig, want dat gaat helemaal nergens over gewoon. Muziek maken is een kunst, zeg ik altijd, want hebben jullie de eigen procedure die volgen aan tekst schrijven, muziek componeren? Of is er iemand die zegt, nou, wie schreef de Veldman Brothers deze nummers bij? Nee, we doen echt alles, we doen alles in eigen beheer. Nummers schrijven vooral Gerrit, mijn broer Gerrit. En die heeft dan een ideetje en die stuurt het dan via internet naar me op. En ik speel er of een mondharmonica of wat er nog bij, zeg maar. En af en toe schrijf ik ook wel wat dingetjes. Maar verder doen we echt alles zelf. En dat is vooral met cd's maken en dat soort dingen ook. Het is dus ook, ja, een eigen investering, dat sowieso. Maar de andere kant, de internet maakt gewoon dat je zelf, als je zorgt dat je dus goed genoeg bent, want dat is wel belangrijk natuurlijk, dan kun je best op heel veel plekken terechtkomen. Onze cd, die, ik bedoel, als je naar een platenzaak gaat, kun je hem gewoon bestellen. Maar dat is, ja, via internet kun je dat allemaal zelf wel regelen. Maar dan moet je inderdaad de weg, en één, de weg weten. En twee, het moet wel aanspreken, anders leggen ze het sowieso niet in de winkel natuurlijk. Dus, En waarom oefenen jullie altijd? Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig, want zo heel vaak oefenen wij eigenlijk even niet. Nee, natuurlijk oefenen we wel, maar wat we vooral heel veel doen is, met de eigen nummers is het zo dat wij, Gerrit en ik schrijven het, zeg maar, helemaal af. Wij sturen het naar iedereen toe. En als we er, zeg maar, 2 of 3 nummers willen pakken, zeg maar, dat we denken, nou, die moeten we dan en dan eens gaan spelen. Dan oefenen we misschien eens 1 keer en dat doen we meestal dan in Amersfoort. Maar ja, gemiddeld 1 keer per maand is hoger wat we oefenen, zeg maar. Omdat hij heel veel speelt, we speelden ook vaak wel in kroegen en zo, dan hij soms nog even een half uurtje de tijd. Dus dan kun je nog snel wat dingen uitproberen. En dan gebeurt het regelmatig dat een eigen nummer, die we even voor in de soundcheck proberen voordat de mensen er zijn. Dan zeggen, oh, weet je wat, we zetten hem vanavond gewoon op de setlijst en we doen hem, weet je wel. Maar een nummer kun je in de oefenruimte wel blijven oefenen, maar hij moet vooral groeien op het podium. En je moet vooral de reactie van mensen zien. En daar, soms past een nummer zich zelfs tijdens een optreden aan. En doen we het nummer uiteindelijk toch nog weer anders. Omdat we zien dat mensen dat of dat wel weer of niet leuk vinden. Dat is het leuke, ja, dat is het mooie van muziek maken. En vooral blues maken. Ja, dat is zeker bijzonder, want ik noem het dan een beetje natte vingerwerk. Als je 1 keer per maand bij elkaar komt. En dan sta je op de bühne en dan hupsie. En giet toch gebeuren. Ja, ja, het is, dat is sowieso heel bijzonder. En sowieso, dat heet volgens mij echt alleen maar mijn broers. Je hebt drums en bas is natuurlijk echt de basis. En gitaar, nou, ik speel toetsen, mondharmonica. Dat zijn toch ook de instrumenten die het inkleuren en de melodie geven. En het is heel raar, heel vaak gebeurt het gewoon dat ik, dan zijn we aan het spelen, een beetje aan het jammen of weet ik van wat. En dan denk ik van, goh, dit of dit lopen zou nu te gek wezen. Weet je wat, ik zet hem in. En op hetzelfde moment doet Gerrit gewoon exact hetzelfde. Dat gebeurt echt regelmatig. Dus ja, dat is op een of andere manier omdat je hetzelfde nest hebt gelegen en dezelfde muziek hebt geluisterd. En misschien hetzelfde denk, dat moet naast wel. Ja, hetzelfde gevoelens, denk ik. Ja, dat moet naast. Dat is heel, heel apart. En hetzelfde met, daar hoef ik niet eens te kijken, maar dat doet Gerrit de solo. En dan op een of andere manier hoor ik dat of zijn snaar knap of dat hij dus even niet verder kan. En dan hoef ik niet eens te kijken, dan pak ik het zo op. Of andersom net zo, bij wijze van. Dat is heel raar. Dat voel je en dat hoor je. Heel gek is dat. CD's opnemen, doen jullie daar in professionele studio ook? Ja, ja, er is een jongen, die kennen wij eigenlijk al vanaf de jaren 80, zeg maar. Guido Albers, die werkte toen bij de radio. En die heeft nu een eigen studio, doet echt hele grote acts zelfs ook, die hij mixt. Volgens mij heeft hij zelfs een keer een live cd van Robbie Williams gemixt. En die jongen, daar nemen we mee op. Die heeft zelf geen echte studio, geen grote studio, dus die huren we dan in. Ja. Maar hij heeft in Soest een mixstudio, maar hij doet ook heel veel radio en tv mixt hij ding.
En ja, eigenlijk hebben we tot nu toe elke keer gewoon diezelfde jongen genomen. Ook omdat we 1, heel prettig met de werk. En 2, ja, elke cd die we uitgebracht hebben, die hebben we uiteindelijk toch ook nog wel weer ergens een prijsje gewonnen. Dus op een of andere manier is dat samen met hem toch ook een soort van winning, ja, winning team. En daar moet je dan ook niet te veel aan sleutelen, denk ik. Als het werkt, werkt het. Had jullie een doelstelling, als je zo'n cd opneemt, van nou, wie hoopt dat we er zoveel van verkoop? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, sowieso cd's maken is sowieso... Eén, doe het vooral ook voor jezelf, want het is gewoon te gek om eigen liedjes die je hebt, om die toch op een schijfje te hebben, zeg maar. Iedereen kan dat horen. Dat vind ik sowieso al heel erg mooi, zeg maar, om te hebben. En daarnaast zie ik, merk ik wel dat gewoon het, ja, cd's verkopen, het wordt steeds, dat wordt gewoon steeds moeilijker. Zeker in de tijd waar je nu zit. De laatste cd is een voorbeeld erin. We hebben een voorbestelling gedaan. Mensen konden, zeg maar, vooraf, voordat de cd uitkwam, een cd besteld. En dan zorgen wij dat die 2 dagen voor de release, dat mensen die cd al hadden. Dus hadden ze hem iets eerder in huis. Nou, daar waren er volgens mij iets van 150 mensen die het besteld hadden. Ja. Maar 3 dagen later kijk ik op internet en zoek ik gewoon naar free download. En dan is die cd gewoon gratis aangeboden. Dus eigenlijk zou je bijna na kunnen gaan. Een van die 150 mensen, die doet dat. Zo werkt dat ook. En dat is gewoon wat er met muziek gebeurt. Iemand heeft een cd, die zegt, oh, dat vind ik mooi, dat wil ik met iedereen. Dat deel ik. En die zet het op internet. En binnen 3-4 dagen is een nieuwe cd eigenlijk gewoon gratis overal te verkrijgen. Dus ik denk dat dat sowieso een verschuiving is. En ik denk zelfs dat cd's misschien in de toekomst wel eens helemaal eruit zou kunnen gaan. En dat, ja, dat is mij ook gezegd door een aantal platenlabels, zeg maar, die dat ook wel aangeven. Van, oh, ik denk dat het over een aantal jaar in de stad. Dus, kun je een ding doen dan, in al die jaren dat jullie spul, dat je een bijzondere ding mee maken hebt? Tijdens het optreden. Oh ja, je maakt wel heel veel dingen mee. Ook, van heel erg gedronken mensen tot... ook wel mensen die echt... En dat vind ik altijd wel weer heel bijzonder om te zien. Maar er zitten bepaalde nummers staan, spelen wij. Die voor ons, zeg maar... Kijk, de teksten die wij schrijven... Want de teksten die Herder vooral schrijft... het zijn geen teksten die we zo gegrepen zijn. Maar dat zijn over het algemeen teksten die echt op waarheid berusten, zeg maar. En dan heb je bijvoorbeeld, als je dan ziet, soms een nummer die toch een bepaalde emotionele lading heeft. En dan zie je mensen aan het podium staan en die zien dan echt met tranen in de ogen. Dat vind ik altijd heel erg bijzondere dingen om te zien. En wat ook heel erg leuk is om te zien ook, is we speelden vorig jaar. Ja, was vorig jaar, ja. Hadden we een optreden in Zuid-Frankrijk. En op een gegeven moment zien we gewoon een paar Nederlanders die dan zeggen van, ik heb mijn vakantie aangepast, want ik zag dat jullie daar en daar speelden in Frankrijk. Ja. En dat wil ik meemaken. Ja, dat ik echt, vind ik altijd heel bijzonder. Vind ik echt heel apart. Ja, ook een stel uit Frankrijk vandaan, hè? Ja, ook dat. En er was een stel, dat was een man, hij is een boer. En die was van 12 jaar nog niet op vakantie geweest. En nou, ze hadden zoiets van, nou, dan moeten we toch eens een keer een lang weekend weggaan. Nou, wat gaan we doen? Nou, ze hebben allerlei dingen bekeken. Hadden ze op onze site gezien dat wij in Terschelling in de Rust in de Jager speelden. Dat is op zich een hele leuke plek ook. Dat hangt een hele goede sfeer. En die hebben dus speciaal hun vakantie aangepast. Zodat zij daar naar Terschelling, dan hadden ze en dat weekend Terschelling. En dan was voor hem, zeg maar, dat was dan de kers op de taart. Dat wij daar dan ook stonden te spelen in de kroeg. Ja, dat is echt zoiets van, dat vind ik zo bijzonder altijd. Dat soort dingen om mee te maken. Internationaal, waar ben jullie zo'n beetje west over? Nou, we hebben België, buurland natuurlijk. Duitsland is sowieso heel bijzonder om te spelen, omdat Duitsland. Duitsland heeft echt luisterpubliek. Vorig jaar stonden we op een festival en er stonden ongeveer 5000 man op het veld. En we speelden op een gegeven moment een heel rustig nummer en dan is het hele veld is gewoon stil. En hier in Nederland. Nou, dan kun je in een kroeg met 100 man, dan is het nog steeds, iedereen babbelt er eigenlijk door. Dat mag van mij ook. Maar dat is toch heel, in Duitsland is het echt luisterpubliek. Ja. Dat is echt heel anders. Nou, we zijn, naar Frankrijk zijn we, gaan we dit jaar heen. Ik ben bezig met Spanje en ik probeer een beetje in Zwitserland. Omdat ik weet dat daar toch ook wel wat met blues gebeurt. Hoe kom je door binnen? Ja, dat is. Moet je dat zelf doen? Ik doe het vooral allemaal zelf. Je kunt in principe wel een boekjesbureau nemen. Alleen wij spelen gemiddeld ongeveer 50, 60 keer per jaar. Voor een bluesband is dat echt heel veel. Want de gemiddelde bluesband zit ongeveer op 30 keer per jaar. Dus wij hebben eigenlijk het dubbele qua optredens. En ja, het internet maakt 1 dat je makkelijk mensen vindt. Ja. Dat je mensen ook aan kunt spreken. Mensen kunt opbellen, zeg maar. En daarnaast denk ik, en ja, dat maakt het misschien omdat wij
qua band en twee broers. Dat is natuurlijk, dat vinden ze in het buitenland ook heel bijzonder. Plus dat we en allebei zingen, zeg maar. Plus dat we qua stijlen, en ja, dat is misschien dat ons toch wat, ja, toch wel bijzonder maakt. Qua stijl kiezen wij er heel bewust voor om niet één bluesstijl, want je hebt in de blues toch meerdere stijlen, ja, zeg maar. Ja. Wij kiezen ervoor om daar, ja, toch zoveel mogelijk een beetje aan te raken. En ja, dan is het mooi dat je allebei zingt. Zoals Gerrit heeft toch weer een andere stem, dus toch weer een andere stijl die beter bij hem past dan als ik een nummer zing, zeg maar. En ja, op die manier merk ik ook wel vanuit het buitenland ook wel dat er inderdaad, ja, dat vinden ze wel heel bijzonder, zeg maar. En dat maakt denk ik ook dat er toch wel interesse links en rechts is. Dus, ja, de muziek die jullie door de Jordanië maken is, ik denk dat het ook wel weer mooi is voor de kikker. Bestaat dat uit tekstsongs van de liefde, de emotie in je leven, of wat voor inhoud spelen jullie? Ja, dat kan eigenlijk kan voor alles zijn. Dat kan inderdaad, ik hou van jou, ik blijf je trouw zijn, zeg maar. Ja. Maar dat kunnen ook dingen zijn die je meemaakt met je werk of dergelijke. We hebben zelfs op elke cd, de laatste twee cd's, hebben we zelfs twee gospel staan. Gewoon heel voorzichtig. Ik bedoel, ben zelf christelijk. Ik merk dat je kan de mensen best iets over vertellen, maar je moet het niet in één keer heel erg, want daar mensen zo, die schrikken heel erg af. Maar door de muziek en gewoon als een tekst die misschien heel luchtig klinkt, zeg maar, kun je mensen toch een klein beetje raken. En het is wel grappig, want ik had vorige week iemand die, dat ging over het koningslied. En toen zei iemand anders, die zei van, gewoon zo en zo, als je nou echt vanuit een opwekking of zo, het lijkt op opwekking, als je het vanuit dat oogpunt zingt, dan is het echt een koningslied, ja, weet je wel. Ja. Maar als iemand die ik ken, via de muziek, die ik vind je een paar jaar geleden nog ken, en waarvan ik echt vind, nou, het was bijna Sodom en Gomorra wat ze deed, weet je wel. En dan vind ik het toch heel leuk te zeggen. Dingen. Ik zeg van, ja, ik vind het heel mooi gezegd, weet je wel. En toen zegt zij van, ja, ik weet dat jullie daar ook heel erg, vind ik ook zo leuk van jullie, weet je wel. Dat jullie daar ook gewoon voor uitkomen. Maar op een hele voorzichtige manier. Want het heeft mij aan het denken gezet. Ik denk, zo, vind ik heel bijzonder dat iemand dat zegt, weet je wel. En zij doet nu, samen met een man, eens in de zoveel tijd. Zij is zangeres, zij zingt heel goed. En zij is nu zelfs, zit ze in een gospelkoor, zeg maar. Ja, ja. Vind ik heel bijzonder. Dat je mensen heel voorzichtig kan raken. En ja, op die manier. Dus ook daar gaan teksten over, zeg maar, ja. Hebben jullie ook een wens dat je zegt van, nou, dit wil je eigenlijk in de toekomst nog bereiken of bewerkstelligen? Nou ja, er zijn sowieso, kijk, qua de wens, natuurlijk, het zou te gek wezen als je echt fulltime kunt zeggen van, nou, ik kan fulltime met muziek mijn brood verdienen. Dat zit er in de muziek. Kan het net niet of kan het helemaal niet? Nou ja, ik werk gewoon 25 uur in de week part-time daarnaast, dus dat is dan nog, kan het net wel. Dat kan het net niet, zeg, net wel, net niet. Maar ja, ik ben sowieso samen met mijn vrouw, zeg maar, een fulltime baan. Zo zien we het eigenlijk. En ja. Ik ben vooral van mening van, natuurlijk, werk is belangrijk. Maar ik vind het niet belangrijk om een hele nieuwe auto voor de deur te hebben staan. En ik vind het niet belangrijk om het nieuwste in huis te hebben, bij wijze van. Ik heb vooral ook, ja, je moet ook samen met van je kids genieten en dat soort dingen. Maar dat zou ik één heel leuk vinden. Maar vooral, ja, een wens is vooral gewoon, ja, het lekker door blijven spelen. Zoals we nu eigenlijk doen, dat had ik 10 jaar geleden nog niet durven dromen, dat ik op het punt ben waar ik nu ben, zeg maar. Nee. Gewoon eens af en toe, en mooie wens, af en toe eens naar buitenland. En ja, wie weet, hier in Nederland heb ik nog wel een wens. En dat is eigenlijk, ik heb eigenlijk Heineken Musical echt gestaan, waar ik altijd al eens keer staan, en vorig jaar gedaan. Ik zou heel graag in ieder geval op Noordzee Jazz willen staan, hoor. Dat is ook wat te gek vind. Ja, en in het buitenland zijn er wel een aantal festivals. In Noorwegen ben ik ook bezig. En dat is Noordtotten Blues Festival. Ja, dat is ook zo'n festival, daar zou je eigenlijk een keer gestaan willen hebben. Dat zijn wel van die wensen, zeg maar, die ik dan zoiets heb van, nou, dan streven we er toch naar. Ja, tot slot natuurlijk. Ik kon nog wel lang in het begin. De 3 awards, was daar een verrassing? Of zei van, ach, wie bent wel goed? Nou, het was in die zin wel een verrassing. In de zin van, kijk, het is niet zo, ik zie die award vooral niet als van, goh, ik heb zeg maar de award voor beste mondharmonicanist en beste toetsenist. Nou, ik vind het woordje beste vind ik sowieso al helemaal niet kloppen, zeg maar. Het is vooral de waardering op wat je van dat jaar gedaan hebt ervoor, ja, zeg maar. En wij hebben vorig jaar en heel veel gespeeld. Ik zie gewoon dat heel veel mensen ons regelmatig bezoeken, zeg maar. Als we nou in het noorden spelen of in het zuiden, dan zie je dezelfde gezichten soms gewoon. Dus in die zin weet ik van, we raken mensen. De mensen vinden dus blijkbaar wel oké, wat we doen. Zo zie ik het dan vooral, zeg maar. En ik had heel stiekem wel 5 nominaties. Vorig jaar hadden we die van de band. Dus ik had nu zoiets van, die van de band, die, ja, tuurlijk was heel leuk geweest. Maar de band die hem nu gekregen, die heb ik het heel erg gegund. Daar heb ik zelf ook op gestemd. Want die jongens zijn echt al 30 jaar bezig. Ik, ja, echt, ja. De Duke Jones, je kent ze heel goed ook. En we staan regelmatig op dezelfde festivals. We zijn zelfs een beetje stiekem bezig om te kijken of we samen dingen kunnen gaan doen.
Maar ik had stiekem gehoopt, ik had wel zoiets van, nou, 5 nominaties, dan moet er in ieder geval 1 meenemen. Anders is het wel heel erg sneu met lege handen naar huis gaat. En ik had echt zoiets van, nou, mijn broer Gerrit, bluesliefhebbers zijn vooral ook helemaal into gitaar, zeg maar. Dat is echt gitaarliefhebbers. En ik had wel zoiets van, nou, ik weet dat heel veel mensen gewoon, ik zie het natuurlijk, als Gerrit zo leert, dan zie ik de reacties van mensen ook. Ik denk, die zou Gerrit wel eens kunnen pakken. Dat hoopte ik eigenlijk ook. En toen werd de eerste nominatie, dat was dan voor Mondelhorn en Canisten. En ik sta er zo bij een aantal die ik dan ken. Onder andere Kim Snelten, die ken ik van vroeger nog. Daar heb ik heel veel respect voor. Een oudere man al, speelt waanzinnig goed Mondelmonica. En ik hoorde in één keer mijn naam. Dus ik had echt zoiets van, dat kan niet, weet je wel. Nee. Maar het is wel een enorme waardering voor wat we doen natuurlijk. En toen hadden we op een gegeven moment moesten we spelen. En toen nadat wij gespeeld hadden, was er dan weer een... Je had elke keer een blokje met uitreikingen. En toen was het blokje uitreikingen toetsenisten en bassisten. Dus ik sta snel de kabels op te rollen zo. Van nou, categorie toetsenisten. Ik denk, wacht even, hier ben ik wel in genomineerd. Ik denk, zal het niet. Dus ik ga gewoon door. En ik hoorde in één keer weer mijn naam. En dat vond ik wel heel bijzonder. Vooral omdat de keren daarvoor waren het vooral pianisten die genomineerd waren. En ik speel geen piano, maar ik speel vooral Hammondorgel, zeg maar. Ja. En dus ik ben in principe de eerste die vanuit het Hammondorgel verhaal genomineerd is. En ik ben, en dat vind ik dan wel heel geinig, maar vanuit het hele awards verhaal, zeg maar, ben ik de eerste die ooit 2 awards heeft gekregen. Want dat is nog nooit gebeurd. Nee. Dus ik vind het is wel heel bijzonder, absoluut. Wat zijn de reacties nou afloop? Kreeg je ook reacties van, ik noem maar zo, omroep bestellen en dat soort zaken die zich bezighoudt met de muziek? Nou ja, blues is sowieso een muziekstijl die waar niet echt heel veel, en dat vind ik heel jammer, maar niet echt heel veel aandacht aan gegeven wordt. Maar Radio Gelderland, Erik van den Berg, die heeft me wel gebeld. Ja. En die heb ik via de radio ook een interview gedaan, zeg maar. Dus die volgt dat soort dingen, zeg maar, wel. Maar er zijn gewoon heel weinig... blues wordt gewoon te weinig. In het verleden had je wel Leidse Kade Live en dat soort programma's. Nou, dan had je toch een uur of 2 uurtjes in de week had je bluesmuziek. De enige zender die je dan nog doet is Aero Classic Rock. En die hebben dan elke woensdagavond bluesbox. Nou, en dat is dan eigenlijk het enige uurtje wat je in Nederland, als je de landelijke radio hebt, wat er eigenlijk gebeurt. Terwijl in andere landen, België en dat soort dingen, best nog meer is, hoor. Dus dat is wel jammer eigenlijk. Maar aan de andere kant merk ik wel, door die awards, nou ja, net voor het interview begon, zeg maar, zit ik een optreden voor 22 maart 2014 te regelen. Dat komt wel daardoor, zeg maar. We werden daar wel vrij snel naar gevraagd. Zo van, we willen je volgend jaar hebben, weet je wel. Dus dat is, het werkt altijd weer door in dit soort dingen, in optredens. En nou, ook richting buitenland, denk ik wel. Want buitenland heeft ook zijn eigen foundation. Die hebben ook hun eigen verkiezingen. En dat samen hoort bij het grote Amerika, zeg maar. Ja. Dus een land als Duitsland of als Zwitserland kijkt ook naar Nederland en ziet van, dat is een mondharmonicist en een toetsenist uit 1 band. Ja. En die gitarist is ook, die heeft ook een award. Dus ja, het zal lichaam weer opbrengen. Snel bellen, Marie Veldman, brothers. Ja, snel boeken. Snel boeken komen bij in Zwitserland. Geweldig, ja. Heel goed. Dus sluiten we mooi mee af. In dit korte tijdbestek natuurlijk rollen we er heel snel doorheen. Ja. Weet tot slot nog iets kwijt aan de kikkers? Wat ik eigenlijk nog wel heel leuk vind om te zeggen, ik denk, moet ik even reclame voor maken. Ieder jaar is het in Oosterwolde en dat vind ik echt, want er gebeurt hier eigenlijk, qua blues eigenlijk heel weinig. Met Koninginnedag hier trouwens wel in wezen nog. Maar ieder jaar in februari, ook 2014 gaat weer gebeuren, is in Oosterwolde een bluesavond. En dat wordt georganiseerd door Stichting Dorpsbelang Oosterwolde. Nou, ik vind dat iedereen, elke inwoner van de gemeente Oldebroek moet een keer daar naartoe gaan. Heel goed. Respect daarvoor. Dan sluiten we hier mooi mee af. Ja, vind ik ook. Bedankt u wel voor het inderdaad.